2010 zit erop, lieve vrienden. Het was een bewogen jaar. 2011 zal niet minder worden. Maar we zullen eraan gaan wennen. We zullen eraan gaan wennen dat het minder gaat. Het einde van 2010 was niet voor iedereen even mooi. Het heeft mij ook tijd en energie gekost. Tijd en energie die ik niet in mijn relaties heb kunnen steken. En buiten dat ik jullie allemaal een geweldig 2011 toewens, wil ik ook een beetje mijn excuus aanbieden aan diegene die ik, zoals de Duitser zegt, vannacht lessen hebben. En een willekeurige volgorde zijn dat Julia, Jelle, Marijn, Michiel, Frank, Carolina, Paul, Ingrid, Ab, Petra, John, Jan, Jean, Jozef, Inge, Andreas, Linde, Tim, Suzanne, Jaffi, Nadine, Yvonne, André, Lieke, Geert, Wilma, Jacques, Gerard, Ger, Marian, Robin, Paul, Eefje, Sanne, Eva, Gerry, Elisabeth, Francie, Klaus, Chiquita, René, Diaan, Wintje, Hans, Monique, Fons, Wim, Nelleke, Herman, Martina, Marcel, Marij, Harald, Sascha, Peter, Bart, Maarten, Daan, Jannie, Huub, Teun, Sef, Nelly, Lucas, Rob, Sibiel, Karel, Roosmarie, Henk, Ines en natuurlijk Tante Ann. En iedereen die ik vergeten ben, een geweldig 2011. Wat we nodig hebben in 2011 is liefde. Liefde voor onze omgeving. Liefde voor onze wereld. Liefde voor onze baas, onze klanten, onze medewerkers. Liefde voor onze naasten. Maar hoe bereiken we liefde? Liefde bereiken we niet door te praten, maar door te luisteren. Luisteren naar anderen, wat die te zeggen hebben. En niet te wachten tot je zelf kunt praten. Dat was het. Nogmaals, een heel mooi jaar. Volgens Feng Shui het jaar van de konijn. We hadden het jaar van de tijger. De metalen konijn, dus dat wil zeggen het gouden konijn. En knuffel elkaar wat meer. Geef elkaar liefde. En ik wens jullie allemaal een fantastisch 2011.